Een gouden Corvette, welhaast een jongensdroom. Kunstenaar Frans Ouwekerk uit Hoofddorp beschilderde een jaar lang zijn Chevrolet Corvette. De auto als kunstwerk waarin Ouwekerk zijn eigen en gedachten over leven en dood verwerkt. Dat is eigenlijk begonnen na de inslagen op de WTC-torens in New York. Dat had een enorme impact op mij. Het thema wat ik hanteer, of de thema's, die zijn leven en dood. Dus dat komt iedere keer terug in mijn werk. Dus ja, wat ik daar zag, dat kon ik totaal niet bevatten. Dus impulsief ben ik gaan schilderen. En ja, bijna vanzelf, of vanuit je onderbewustzijn, ben ik die fragmentatie gaan doen. Ja, die hele kleine deeltjes schilderen. Ja, precies. Maar op een gegeven moment had ik geen doek meer. En ja, als ik wil schilderen en ik heb geen doek, dan wil ik over dat andere doek heen. Want toen had ik zoiets van, ja, die Corvette moet er maar aan. Nou, ik start met koffie. En dan gooi ik muziek aan van Rage Against the Machine. En dan raak ik vanzelf in mijn element. Het is voor mij een levenswerk, dat schilderen. En als je met één werk, één object een jaar bezig geweest bent, dan passeren er heel veel dingen. En die dingen die ik waargenomen heb, waar ik wat mee wilde, die heb ik ook vereeuwigd op de Corvette. Van de zomer dat ik net begonnen was, was er een item op de radio, die luisterde ik dan ook. En dat ging over Martin Luther King, I Have a Dream. Dus ja, dat was 40 jaar geleden. En ik weet als kind nog dat die man toen om zeep geholpen is. Ja, dat begrijp ik niet helemaal. Dus die teksten, die zet ik dan daarin. Ja, wat ik ermee wil, is dat ik de auto wil laten zien. Eventueel exposeren. Dus als er bedrijven of individuen zijn die er iets mee willen, wil ik hem te koop aanbieden. En een deel daarvan wil ik afstaan aan het Ronald McDonald Huis. Kan die eigenlijk wel door de Wasstraat? Hij kan door de Wasstraat, maar als je schildert, een schilderij geeft je vaak een slotfinish. En deze krijgt een blanke laklaag. Ja, dan kan hij door de Wasstraat en dan kan hij ook behouden worden. Dan wordt hij onsterfelijk.